Bussen komen vooral voor waar veel mensen wonen. In het verre verleden zijn de bussen met onze landbouwende voorouders mee naar Europa gekomen, vanuit het nabije Oosten en Noord-Afrika. Ze vonden heel veel voedsel op de akkers en bij de graanschuren, onder de daken van hutten en huizen en schuren van naast waren nestgelegenheden genoeg. Ze eten niet alleen granen en andere zaden, maar ook wormen, insecten, spinnetjes en vruchten. Toen de Europeanen naar Amerika emigreerden, kwamen de bussen mee. Dat was omstreeks 1850. Nog geen halve eeuw later had de bus zich over heel Noord-Amerika verspreid.